Yo mensen, ik ben een nieuwe video. Hieldka Floris en vandaag gaan wij Clash of Clans weer spelen. Laat even een like achter en ben jij nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Abonneer je zeker op mijn kanaal voor meer video's en deel ook even de video met je vrienden. Want dan kan ik nieuwe kijkers krijgen natuurlijk. En ben je nog niet mijn Discord gejoined? Join even mijn Discord, linkje bovenaan in de beschrijving. Maar ik zit op mijn account en de clanspelen zijn vrijgekomen. En we kunnen dus weer clanspelen gaan spelen. En ik heb nog niet gekeken naar de beloningen, dus die ga ik straks voor het eerst bekijken, de beloningen. En ik ben heel erg benieuwd, ik hoop dat er hele chille beloningen zijn. Want dan, ja, natuurlijk, dat is gewoon heel erg chill. En ik hoop heel erg op een Book of Heroes. Maar ik weet niet of die gaat komen. Ik wil het liefst een vechtboek dus, of een Book of Heroes. Want die twee dingen kan ik wel heel erg goed gebruiken. Maar ik ga dus even checken. Ik heb ze oprecht nog niet bekeken, de beloningen. Dus we gaan even kijken. 3, 2, 1, boom. Oké, wat is het? Ah, nee. Nee, het is een gebouwenboek. Dat is oprecht misschien qua boeken degene die ik het minst graag wil. Wat een gebouwenboek. Ja, je kan het wel natuurlijk op zijn... Ja, maar kijk, ik heb alle goede... Oh nee, ik kan hem nog wel op mijn Xbox straks gaan gebruiken. Ja, ik gebruik hem op mijn Xbox van level 4 naar 5. Ik denk dat dat wel een goed plan is. Kijk, want ik ben al bezig met 3 Xbox. Oké, dat is nog wel een beetje chill. Dat scheelt best wel veel... wachttijd, zeg maar. Maar voor de rest is het niet echt heel erg chill om op een van die dingen te gebruiken. Mijn Xbox is trouwens klaar over 2 uur. Dat is mijn Xbox level 3. En dan ga ik hem gelijk door uppen naar level 4. En mijn Grand Warden is weer bezig. Die is weer aan het slapen. En die gaat nu naar level 14. Dus ik moet nog maar 6 levels. En mijn King is ook bezig. Maar ik moet heel wat Dark nog gaan sparen. Want over 1 dag en 19 uur is mijn King klaar. En ik heb nog maar 57.000 Dark op dit moment. Dus dat is niet al te best. Maar wat wij gaan doen in deze video is wat... opdrachten doen voor de beloningen. Want we hebben natuurlijk hier een gebouwenboek. Wat krijgen we nog meer? Dit is een goud rune. Dat is in principe wel chill. Dan hebben we hier, zou ik sowieso de goud gaan kiezen. Dan zou ik hier bouwvakkersdrankje kiezen. Dan, oké. Het zijn op zich wel chille rewards. Maar wat wij dus nu gaan doen, want we hebben deze nu, gaande zeg maar, deze quest. En deze quest is verzamel in totaal 3 sterren in multiplayer gevechten. Dus ik heb hier een army gemaakt. Gewoon een elektrodraak army. Maar ik ga nu niet per se op zoek naar heel veel loot. Heel veel loot is natuurlijk wel goed meegenomen. Maar ik ga voornamelijk op zoek naar een beest die ik kan 3 sterren. Want dan heb ik deze quest gelijk vrijgespeeld. En dan kunnen we daarna weer een nieuwe quest gaan doen. En dan kunnen we even kijken of we wat punten kunnen gaan halen voor die clanspelen. Want ik wil natuurlijk wel de 4000 punten gaan halen. Want dan kan je natuurlijk dubbel kiezen. Kan je nog een extra reward kiezen. Maar ik ben zo weer terug als ik een beest gevonden heb die ik sowieso wel kan 3 sterren. En dan gaan we hem gewoon hopelijk 3 sterren. Ik ben zo weer terug. Oké, laat dat 3 sterren maar zitten. Damn, zie deze look, boys. Dit moet je toch gewoon meepakken. Ik heb ook een car. Dat is niet echt de bedoeling dat ik een car heb. Want daar ga ik niet heel veel mee kunnen doen. Nou, weet je wat? Ik rij gewoon de car even recht hierop af. Maar dit is een partij loot. Ik gooi hier een draakje neer. Hier een draakje. Hier een draakje. Hier een draakje. En dan ga ik even kijken hoe deze draakjes het gaan doen. Dan ga ik deze reetje. Deze draak. Dan... reach ik straks de draak die hier uitkomt. Boom. Let's go. Oké, nice. Die trap ging niet op mijn draak. Ik zal dit even vriezen. Dan kan ik hopelijk hier een beetje doorheen komen. Maar ik weet nog niet precies wat het... Oké, hij gaat naar buiten. De draak gaat naar buiten. Dat is niet al te best. We hebben echt al heel veel loot trouwens. We hebben echt al heel veel loot weten te verzamelen. Ik heb nog 4 draken over. Sowieso doe ik een draak hier. Dan kan ik die elixirpomp pakken. En dan ga ik de rest van mijn draken denk ik hier droppen. Hier beneden. En dan kunnen we kijken of we die dark kunnen verzamelen daar aan die kant. Dat zal wel chill zijn. Ik ga gewoon via deze kant. En of we de 2-ster kunnen halen. Dat zou natuurlijk ook heel erg chill zijn. Daar gaat die ene draak. De 1-ster is sowieso binnen. Maar het zou ook wel fijn zijn als we de 2-ster kunnen binnen zijn halen. Want dan moet ik natuurlijk maar in de volgende avond maar 1-ster te halen. En dan heb ik mijn eerste quest al binnen. En ik wil eigenlijk dus gaan 3 kronen. Gelijk die quest voltooien. Maar ja, dit is natuurlijk gelijk insane. Ik denk niet dat ik... Nee, ik kom sowieso niet met mijn queen bij die town. Dus ik hou het gewoon lekker even op een 1-ster. Maar moet je deze loot zien? Echt insane veel loot. En ik heb ook een flinke bonus. Omdat het natuurlijk best wel hoog zit. Ik zit er op 3100. Ik zit bijna in kampioen. En dan krijg ik echt mega veel gems. Dus dat is een opdracht volgens mij. Dan krijg je heel veel gems. Dus dat is super chill als je dan kampioen kan halen. Maar de beesten zijn wel lastiger. Dus we moeten eigenlijk deze nog een keer doen. Ik ga eventjes wachten tot ik een klankenstil heb. Die ga ik eventjes vragen. En dan ben ik zo weer terug met mijn tweede avond. Hopelijk wordt dat wel een 2-ster. Want dan heb ik de eerste quest voltooid. Maar ik ga even een ballonnetje doen. Ben ik zo weer terug bij de tweede avond. Damn, wat voor beestjes krijgen wij, jongens. Ik weet alleen niet hoe ik hier een 2-ster moet halen. Maar dit is een zieke beest. Ik ga mijn queen, denk ik, hierop leggen. Op die dark drill. Oké, we moeten de
2 crown neerzetten. Weet je wat? Ik ga eerst even een draakje hier met een rage. Dan gaat hij zoveel mogelijk kapot maken. Daar is ook een air defense down. Dus dat is super chill. We gaan sowieso niet alle loot weten te krijgen. Oké, maar dat is even voor de funnel. Dit gaat prima. Dat doe ik hier nog een draakje. Kijk, dit gaat prima. Dit gaat prima. Het enige jammer is dat nu die draak volledig door die single target wordt gepakt. Oké, dan drop ik... Denk ik, wacht. Ik wacht heel veel tot die draak een beetje weer de funnel. En dan kunnen we eigenlijk gewoon vanaf boven. Maar dan is het wel jammer, want we hebben niet alle loot. Maar ja, weet je, dat boeit dan niet heel veel. Het gaat me nu wel echt eventjes om de... Oké, wacht. We kunnen nu... Wacht, ik wacht nog heel eventjes tot die kant kapot is. Ga ik dit even reetje. Als ik nu hier erop ga, is alles allemaal naar de expo. Ja, top. Top, 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 top. Dit gaat goed komen, jongens. Boom. Klap ik hier een rage. Dit ziet er heel goed uit. Ik denk dat die... Nou, die 2 ster is 100% binnen. Maar moet je kijken ook weer hoeveel loot we gaan halen. Ik denk dat ik gewoon mijn gold ga... Nee, die ga ik sowieso maxen. Zo, alles zit in de core. We hebben echt een goede funnel gecreëerd. Dat hebben we echt goed gedaan. Misschien kunnen we wel iets van... misschien kunnen we wel nog al het loot gaan pakken. Want we komen best wel flink die base in. Die dark... die dark storage is al volledig neer. Hopelijk kunnen we deze beide elixir dingen pakken. Ik ga dit reetje. En dan reet ik ook even dit. Oeh, dat is super, dit is super chill, jongens. Hoeveel loot we krijgen in deze attack is echt niet normaal. We kunnen het misschien dus wel 3 kronen zelfs. Zo, we gaan een 3 kronen inzetten, jongens. Als we het nu goed spelen, kunnen we een 3 kronen inzetten. Dan moet ik eventjes op gaan passen. Dan drop ik hier mijn Archer Queen. Zodat die Archer Toren niet op die draak gaat. Die draak is namelijk bijna neer, die rechter draak. Dan kunnen we nu een 3 kronen inzetten. Ligt trouwens heel erg aan hoe die rechter... Oh, deze draak zijn allebei heel weak. Oei, dan wordt het wel een beetje pittig. Want die X-boos kom ik niet echt in de buurt. Maar deze draak kan nog wel damage gaan doen. Dit is super chill. Ik wacht op het laatste moment met mijn Queen. Ah, kijk, nu gaan die X-boos namelijk naar de andere kant. Dat is niet al te best. Oh, kom op. Ga neer, ga neer, ga neer. Ja, let's go. Zo, we hebben dit gewoon gedriekraut deze beest. Dat zag ik totaal niet aankomen. Ik heb hem voornamelijk ook deze aanvallen. Omdat het gewoon zulke goede loot had. Maar dit is ook nog eens een 3 kroontje. Super chill. Ik heb trouwens niet mijn gold gemaxed. Want ik heb natuurlijk 10 miljoen kan ik storage in plaats. Oh kijk, nu wel. Nu wel door de bonus. Zo, die wat een loot. Wat een mega zieke loot. Ik ga gelijk eventjes door met elektrodraken trainen. Want dat is gewoon met afstand de chillste attack om te gaan doen. Bam. En dan gooi ik nog deze en deze. En dan hebben we deze gecomplete. En dan ga ik nu eventjes eentje doen voor duels. Welke kunnen we doen? Wat is dit? 10 sterren. Nee, deze wil ik niet. Deze wil ik niet. Vernietig 50 gebouwen in duels. Dat is op zich win 3 duels. Win 3 duels. Ik denk dat dat wel makkelijk is. Boom. Dan gaan we gewoon even duels doen. Dan ga ik wel even dit completen. Nice. En dan ga ik deze gelijk nog een keer upgraden. Boom. Zodat we eventjes wat gold weer ruimte hebben. En dan kan die X maar lekker zijn gangetje gaan. Dan moeten we dus 3 duels gaan winnen. Oké. Dan lijkt me een goed plan om eventjes in ieder geval deze plasmaketel iets meer centraler in de base te zetten. En nee jongens, jullie hebben gelijk. Ik heb nog steeds niet mijn base aangepast. Ik weet het heel erg eigenlijk. Doe ik deze eventjes hier zo. Oké, mooi. En dan... Wacht, ik ga dit eventjes weghalen. Doe ik deze even hier zo. Nice. Oké, dan gaan we gewoon even kijken hoe dit allemaal gaat verlopen. Ik heb alles... Maar ja, we gaan even kijken of we 3 duels kunnen winnen. Even kijken. Ik doe dus nu de Mass Night Witch attack. Dan drop ik 1, 2, 3, 4 in deze hoek. En 1, 2, 3, 4 in deze hoek. En dat doe ik mijn hero ervoor. Ik ben heel benieuwd hoe dit gaat verlopen. Dit is een beetje de attack strategy die ik de laatste tijd veel gebruik. Wacht ik even tot die Night Witches in range zijn. En dan klap ik denk ik vanaf hier mijn king. Zo, boom. Dit ziet er goed uit. Dit ziet er op zich goed uit. Boom, laat ik gewoon... Oh nee, die Night Witch zijn er wel heel snel neer. Ik ben ook bezig met mijn Night Witch aan het upgraden. Daarna ga ik mijn cannon cards doen. Die zijn namelijk ook heel erg chill. Maar ik hoop dat we dit duel kunnen winnen. Oh, maar mijn hero gaat al bijna neer. Snel, hero ability. Let's go, kop. Klap er doorheen, hero. Klap door die... Op, ja, nice. Klap daar doorheen. Oké, heel misschien red ik het naar een volgende hero ability. Want het is nu nog niet echt iets die heel veel op mijn hero schiet. Oké, nu dus wel. Jammer. Waar zijn allemaal Night Witches heen? Die zijn neer. Oh, ik ga ineens ineens halen. Ik ga misschien niet eens ineens halen. Oh, dit is niet best. Dit is niet best. Kom op, rammer doorheen. Ja, ik denk niet dat ik deze... Ik heb deze duel gewonnen. Wat? Oh, ik heb zoveel geluk. Oké, let's go. We hebben toch de eerste duel gewonnen terwijl ik echt slecht speelde. Oké, poging 2 met volledig veel Night Witches. Als deze weer slecht gaat, ga ik... Oeh, dat heeft hij heel ziek gedaan, zeg. Als deze weer slecht gaat, ga ik daarna een andere tactiek doen. Oké, 1-2. 1-2. 1-2.
1, 2. Ik doe ze iets dichter bij elkaar nu, de Night Witches. Ik dacht dat verkeerd ging. Ik doe ze dus iets dichter bij elkaar nu. En die Arch Tower is alweer bijna neer voordat ik überhaupt mijn hero moet gaan gebruiken. Dan klap ik hem hier nu, mijn hero. Oeh, misschien. Oh nee. Die Night Witches gaan. Ja, die worden geraakt door die martier. Oh, dat was niet best. Oké, ik wacht even tot mijn hero voor die crusher staat. Dan gooi ik mijn ability. Ja, kijk, dat gaat nu fout, zie je? Nu zijn die 4 Night Witches al kapot. Dat is een beetje hetgene wat nu fout gaat. We hebben nu wel even een goed moment de hero ability gepompt. Hij overleeft het niet eens. Oké, dit wordt weer een 1-ster. Net hadden we niet eens een 1-ster. Maar dit wordt een 1-ster, denk ik. Of ik moet nu mijn ability. Oh, net op tijd mijn hero ability. Oké, misschien. Nee, die town hall kan ik nooit op tijd pakken, denk ik. Nou, ram. Nee, we hebben hem niet gepakt. Oké, wacht. We gaan nu wel de 2-ster neerzetten waarschijnlijk. Ja, nou, nog niet. Dus ja, de Night Witches zijn net te lage, level, denk ik, jongens. Want ze zijn nog maar level 8. Ik moet eigenlijk mijn Night Witches gewoon iets hoger level hebben. Als ik gewoon 12 kan hebben, zeg maar, max voor mijn stadhuis. Dan kan ik wel gewoon beter aanvallen, denk ik, met Night Witches. Maar we hebben weer gewonnen. Ik weet niet hoe, maar we hebben weer gewonnen. Oké, dan gaan we nog 1 keer aanvallen. Dit ga ik nu wel even een andere strategie doen. Ik ga nu reuzen pakken. En dan Archers. Want die Archers zijn level 11 al. Dus dat is best wel hoog. Dan gaan we via deze kant. Drop ik eerst eventjes 1, 2, 3. 1, 2, 3. Drop ik eerst eventjes dit zo. Dan drop ik nu eerst even 1 Giant. Om te kijken voor spells en alles. Oké, en dan drop ik nu de rest. En dan drop ik mijn hero erin. En dan gaan we dit eventjes pakken. Dan droppen we hier wat extra percentage. En dan ga ik er hier in met mijn verder rest mijn Archers. En dan heb ik ook nog 2 Archers over. En die drop ik hier ook. Ik denk dat ik die gewoon daar drop. Oké, let's go. We gaan even kijken hoe erg we deze base in kunnen pushen. Kunnen we eindelijk een 2-ster halen? We hebben in ieder geval wel tot nu toe alles gewonnen. Dus slecht, heel slecht doen we het ook weer niet. Maar ja, de aanvallen. Ja, eigenlijk zijn de aanvallen gewoon heel slecht. Maar ik heb gewoon geluk dat mijn tegenstanders nog slechter zijn. Oké, dit wordt weer een 1-ster zo te zien. Wel een hoger percentage 1-ster. Want we gaan sowieso dit allemaal pakken. En als die Giants dan bij die crusher komen, mijn hero, dan ja, dan zijn we een beetje de lul. Ik kan eventjes wachten. Ik kan eventjes wachten tot die bij die crusher komt. En dan nu. Ja, en dan. Oh, deze crusher is zo sterk. Deze crusher is zo sterk. Die Giants. Het vreet letterlijk gewoon de Giants op. We hebben nu wel de beste attack en hoge 1-ster gaat dit worden. Maar ik weet niet of het genoeg is om te winnen. Nou ja, de vorige 2 keer dus wel met een slechte aanval. Maar dit was helemaal geen goede aanval. Ik had misschien via boven moeten gaan. Ik had ook mijn muurbrekers moeten gebruiken. Waarom gebruikte ik mijn muurbrekers niet? Ik ga hem nu gewoon eindigen. Oké, 71. Hebben we het gewonnen? Bekijken. 71 1-ster. Onze base is nu natuurlijk wel beter omdat ik mijn plasmaketel. Waarom is hij nu nog bij 30%, zeg maar. Hij valt echt heel langzaam aan. Omdat ik mijn plasma ketel nu in het midden heb gezet, is het natuurlijk wel een stuk beter. Maar nee, hij gaat sowieso maar hoger pakken dan. Nou, die barbaren gaan wel snel dood. Hij mag nu gewoon geen 2-ster neerzetten. Hij mag gewoon geen 2-ster neerzetten. Oeh, dat gaat hij denk ik niet doen. Dat gaat hij denk ik niet doen, jongens. Oh, lekker. Nou, dan hebben we gewonnen. Dan hebben we gewoon gewonnen. Super chill. 3 koprij gewonnen. We hebben weer een opdracht voltooid. Let's go. Dan hebben we nu op dit moment, wat is het? 800 punten. Dan moeten we nog best wel wat punten. En dan ga ik als volgende challenge doen. Deze, denk ik, 3 sterren. En met behulp van 2 elektrodraken. Moet ik wel even wachten tot ik mijn nieuwe ding allemaal gekregen heb. Maar jongens, ik hoop dat jullie genoten hebben van de video. Het waren wel leuke aanvallen, al zeg ik het zelf. Een keer dus op Bulders Hall. Ik ben nu ook bezig dus met mijn nachtheksen. Die ga ik wil ik gewoon helemaal naar max. En dan ga ik, of nee, ik ga straks eerst denk ik bij Archers naar max doen. Dat wel handig is. Maar let's go jongens, was een top aanval. Ik hoop dat jullie genoten hebben van de video. Ik zie jullie in de volgende video. En tot dan mensen.